Toen Charmaine Greg ontmoette, maakte hij haar belachelijk vanwege haar huidskleur. Hij wist niet wie ze werkelijk was, maar toen hij er slechts 3 uur later achterkwam, had hij diep spijt van zijn opmerkingen. Charmaine stond daarbij het graf, niet wetende hoe ze haar leven vanaf die dag zou voortzetten. Ze had haar dierbare moeder en enige vertrouweling verloren. Terwijl tranen over haar donkergekleurde wangen stroomden, wist ze dat de tijd die voor haar lag uitdagend zou zijn. Toen het telefoontje kwam, bevond Charmaine zich in een andere stad. Ze had een baan aangeboden gekregen bij een groot bedrijf, waar ze onderaan moest beginnen. Ze werkte lange uren en sommige van haar collega's behandelden haar met het grootste gebrek aan respect vanwege de kleur van haar huid. Bovenop de raciale discriminatie kreeg ze ook nog ongewenste mannelijke aandacht van een senior manager. Charmaine durfde niet te klagen uit angst om haar baan te verliezen en verdroeg simpelweg deze ongemakkelijke aandacht tot het breekpunt. Toen ze dat gevreesde telefoontje kreeg, vertelde ze onmiddellijk aan haar manager dat ze terug moest naar haar geboorteplaats, maar hij informeerde haar dat hij haar nodig had om hem te vergezellen op een zakenreis dat weekend. Dat was de druppel voor Charmaine om haar baan op te zeggen, omdat ze wist wat zijn werkelijke bedoelingen waren. Dus hier stond ze, terug op de plek waar ze was opgegroeid, zonder ouders, zonder steun en zonder een baan. Haar moeder Angela had haar maar weinig aardse bezittingen nagelaten, en het kostte haar niet veel tijd om ze door te nemen. Er was een doos vol documenten en een klein sieradendoosje met enkele voorwerpen, niet van grote financiële waarde, maar meer van sentimentele aard. Omdat de buurt waar haar moeder woonde niet zo veilig was, nam Charmaine deze 2 items mee naar haar auto. Ondertussen wist ze dat ze dringend een baan moest vinden. Ze had geen referentie van haar vorige werkgever en hoewel ze haar ware waarde kende, moest ze haar voorkeuren opzij zetten en elke beschikbare baan aannemen. De lokale countryclub zocht serveersters en omdat Charmaine een welbespraakte mooie vrouw was, was de manager bereid haar een kans te geven. Echter, Charmaine voelde een zekere vijandigheid jegens haar, maar ze besloot dat te negeren en alles te geven om te laten zien dat ze een aanwinst zou zijn voor het bedrijf. Ze was het enige zwarte meisje dat in het restaurant werkte en verwachtte daarom enige vorm van discriminatie. Maar ze was aangenaam verrast door de houding van de andere meisjes. Sterker nog, ze werd meteen vrienden met een meisje genaamd Naomi. Ze was erg vriendelijk en leerde Charmaine de kneepjes van het vak. Nam ook de tijd om haar te waarschuwen voor sommige mannen die regelmatig de countryclub bezochten en altijd probeerden de aandacht van de serveersters op te eisen. Ze vertelde Charmaine ook dat de houding van de manager voortkwam uit bedreiging door mooie jonge meisjes en dat ze gewoon een balans moest vinden tussen het afweren van ongewenste aandacht en toch uitstekende service bieden. Makkelijker gezegd dan gedaan. De eerste keer dat ze Gary zag, was tijdens het weekend dat de Country Club een groot golftoernooi organiseerde. De club barstte van de bezoekers en het restaurant was een drukte van je welste. Alle serveersters moesten dubbele diensten draaien om alles soepel te laten verlopen. Het moment dat Gary Charmaine zag, eiste hij al haar aandacht op. Hij wilde niet alleen uitstekende service in het restaurant, maar hij flirtte ook nog eens met haar. Volgens Naomi was Gary een zeer invloedrijk man in de stad. Wanneer hij met zijn vingers knipte, sprong iedereen. Vooral hun manager, die niet zo geheimzinnig verliefd was op deze bombastische man, ondanks dat Gary een voorkeur had voor mooie jonge zwarte meisjes en een voorliefde had voor het oppikken van een andere vrouw elke avond. Charmaine voelde een mengeling van afschuw en medeleven voor deze middelbare man. Het verhaal ging dat zijn verloofde hem had verlaten om met een andere man te trouwen, en Gary was nooit over dit verlies heen gekomen. Hij verdronk zichzelf in zijn carrière en werd al snel een zeer succesvolle ondernemer met een indrukwekkend portfolio van aandelen en eigendommen. Hij had chique landhuizen over het hele land, maar op de een of andere manier keerde hij altijd terug naar zijn geboorteplaats. Charmaine moest een koel hoofd bewaren rond Gary. Hij eiste dat zij zijn tafel bediende en zij besloot een uitstekende service te bieden zonder zijn ongepaste aandacht haar te laten beïnvloeden. Hoe meer Gary dronk, hoe beledigender hij werd. Hij maakte zelfs enkele denigerende opmerkingen over zwarte vrouwen die ze besloot te negeren. Ook noemde hij haar constant Angel en probeerde hij haar te verleiden met beloftes van vakanties op exotische eilanden en diamanten en parels als ze met hem mee naar huis zou gaan. Als het niet voor haar welverdiende pauze was geweest, had Charmaine haar geduld kunnen verliezen. Het leek erop dat Gary niet zou vertrekken, maar ze had een uur om haar voeten te laten rusten en iets te eten. De manager zelf nam de tafel over in een poging om haar favoriete klant te imponeren.
Charmaine haalde een broodje uit de personeelskantine, maar besloot het uur in haar auto door te brengen, weg van alle lawaai en gesprekken. Ze had een rustig uur nodig voordat ze haar dienst zou afmaken. Dit weekend had ze veel fooi verdiend in de countryclub. En, hoewel ze zich afvroeg of al het ongewenste gedrag het waard was, besefte ze dat ze misschien wat geld opzij kon zetten en de universitaire opleiding kon betalen die ze nooit had kunnen volgen. Nadat ze even haar schoenen had uitgetrokken en achterover had geleund in haar voertuig, viel Charmaine's oog op de doos met documenten uit het appartement van haar moeder. Ze opende het deksel en begon door de foto's en aantekeningen te bladeren die erin zaten. Er waren snapshots van haar kindertijd en kleine briefjes die ze haar moeder had geschreven toen ze klein was. Ze had nooit geweten dat haar moeder ze had bewaard. Toen zag ze een stapel brieven, samengebonden met een rood lint. Charmaine kon zien dat het liefdesbrieven waren die haar vader en moeder aan elkaar hadden geschreven. Zodra ze de eerste brief las, wist ze dat er iets niet klopte. De romantische brieven waren alleen ondertekend met een A die stond voor Angela en een G die zeker niet stond voor Frank, de naam van haar vader. Bovendien kwam het handschrift van de man niet overeen met dat van haar vader. Onder aan de stapel lag een ongeopende brief in het handschrift van haar moeder. Charmaine twijfelde om hem te openen, maar op het moment dat ze dat deed, ontdekte ze dat de brief aan haar was geadresseerd. De brief luidde: "Liefste dochter, als je deze brief leest, ben ik niet meer bij je. Frank hield van je als een vader, maar hij was niet je echte vader. Toen ik bij Gary wegging, wist ik niet dat ik zwanger was. Ik hield diep van hem, maar zijn ouders keurden mij niet goed. En ik wilde niet een leven leiden waarin ik voortdurend moest vechten voor acceptatie. Ik heb Gary nooit over jou verteld. Als je helemaal alleen bent in de wereld, zoek hem dan op. Hij is een succesvol zakenman, een beetje een versierder, maar hij heeft een goed hart. Het spijt me dat ik je dit zo plotseling vertel, maar ik dacht dat het het beste was om het je nooit te vertellen." Charmaine was geschokt. Dus daarom leek die afschuwelijke man in de countryclub zo bekend. Hij was haar biologische vader. Ze had slechts 3 uur met hem doorgebracht, maar ze verachtte hem nu al. Hij had duidelijk nog niet de link gelegd, maar hij moest wel haar gelijkenis met haar moeder hebben opgemerkt, want de bijnaam Angel was duidelijk afgeleid van haar moeders naam. Maar hoe zou ze ooit aan Gary kunnen vertellen dat de vrouw op wie hij flirtte en zojuist bespotte vanwege haar huidskleur eigenlijk zijn dochter was? Charmaine ging terug naar het restaurant en wist niet eens hoe ze zich moest voelen. Ze had geen tijd om te delen wat ze net had ontdekt met Naomi, omdat Gary onmiddellijk haar aandacht opeiste. Hoewel Charmaine niet van plan was iets te zeggen, brak ze toen Gary haar maar bleef lastigvallen. Het enige wat ze kon zeggen was: "Je moest je schamen. Angela zou walgen van de manier waarop je eigen dochter behandelt." Gary moest bekomen van de schok, want hij verzocht onmiddellijk om met haar privé te spreken en bood Charmaine uitgebreide excuses aan voor het beledigen en lastigvallen. Hij vertelde haar dat hij de liefde van zijn leven had verloren toen Angela, of Angel zoals haar noemde, hem had verlaten. Charmaine leek sprekend op haar moeder en hij had zijn woede op haar afgeregeerd zonder te beseffen hoe onbeleefd hij tegen haar was. Als ze het in haar hart kon vinden om hem te vergeven, zou hij alles goed maken. Hoewel Charmaine niet echt veel hoop had om ooit een echte band met Gary op te bouwen, was hij haar vader en alles wat ze nog had. Ze zou in ieder geval een poging wagen en hopelijk zou ze door hem haar moeder herinneren. Vanaf die dag leek haar geboorteplaats niet meer zo somber en leeg. En eindelijk kon ze het leven vormgeven dat ze altijd voor zichzelf had gewild. Wat een verrassende wending. Zou jij ooit zo'n waarheid voor je kind verbergen? En zou je in staat zijn om een relatie te hebben met iemand die je zo heeft mishandeld, zoals Gary dat deed met Charmaine? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.